Rajan Baldeo, ondervoorzitter, zegt dat dit jaar bijzonder is voor diverse bevolkingsgroepen in Suriname, omdat het een jubileumjaar is voor de Chinezen, de Afro-Surinamers en de Hindustanen. Zo'n bijzonder moment mag daarom niet zonder een blijvende gedachte voorbij gaan. Het planten van de 150 bomen is ook een herdenking aan onze grootouders. Volgens de Indiase ambassadeur Shankar Balandran stimuleert de ambassade dit initiatief omdat het de natuur is die de mensheid zal beschermen. Ook wijst hij erop dat het planten van bomen helpt tegen klimaatverandering. Wat is de essentie eigenlijk van het planten? Landbouw bracht ons hier samen. Vele mensen staan er niet bij stil. Niet de slavernij bracht ons samen, niet de contractarbeid bracht ons samen. Landbouw bracht ons hier samen in het land. Daarvoor zijn we gekomen. Daarvan eten we nu nog steeds, daarvan leven we nu. We hebben bomen opgehakt om onze akkers te maken. De slaven hebben het op hun manier gedwongen moeten doen. Wij, onze voorouders, zijn er deels voor betaald of onderbetaald of gestolen, maar dat is een ander hoofdstuk. We hebben van deze aarde hier in Suriname genoten. De tijd dat we ook weer teruggeven aan deze aarde. Hoe teruggeven? We kennen het probleem van de wereld. Toegenomen hoeveelheid CO2 in de lucht. Dat maakt dat de aarde steeds warmer wordt. Hoe kun je die CO2 verminderen? Door meer te planten, meer CO2 te binden. En dat doen de planten meest efficiënt voor ons. So that is why this mission life has been launched. To involve the people, to make them a partner in climate change. To make that it is a collective approach of the people and the government to preserve our nature. And India declared 2023 this year as Year of Millets. It's also one of the initiatives India has taken. And India has been aiming to reduce carbon footprint by adopting technologies. And we are much ahead of the goal that we have set up for ourselves. We are 9 years ahead and we are aiming to achieve 40% of energy requirement from non-fossil fuels. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat zijn departement het groenbeleid ondersteunt en hij daarom ingenomen is met het initiatief om in dit jubileumjaar bomen te planten. Hij adviseert ieder dit voorbeeld over te nemen. Minister Plaatsil Dien van LVV vindt het grappig dat 150 jaar geleden de Hindustaanse grootouders naar Suriname zijn gekomen om bomen te kappen, zodat het land gebruikt kan worden voor landbouwdoeleinden. En nu, na 3 generaties het nageslacht, juist bomen gaat planten om de natuur te beschermen. Wij als openbare werken gaan ook onze bijdrage doen via scholen, etc. We zijn begonnen en de DC's weten dat, zeker deze DC van Paramaribo, dat we heel agressief in Paramaribo en Wanica bezig zijn. We would like that our roads have a nice view, like in the past. That people are invited to spend some time, you know, along the road. So this is our policy and we will try to continue with the green policy, let's say, for Suriname. Which means that something went wrong. Our speed was too high, maybe. Not that we are suffering from climate change. But anyhow, I'm very, very glad with the initiative of OHM. We are here, like the minister, to support you, to support all the initiative. And in this regard, and again, we have the whole year to celebrate our 150th Immigration Day. De bomen zijn geplant aan weerskanten van de Dr. Sophie Redmondstraat in het blok waar de Indiase ambassade is gevestigd.